Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden over Nederland, en in het noorden van het land zijn die wolken soms wat dikker en valt lokaal een spatje motregen. Geleidelijk aan breekt ook in het zuiden de zon wel weer vaker door, maar het noorden houdt in de ochtend de wolken. Het is dan 17 tot 23 graden en vanmiddag loopt de temperatuur verder op. Op de Wadden een graad of 18, in het noorden zo'n 23 graden en in het midden en zuiden van het land 27 of 28 graden zelfs. Er staat niet veel wind, de zon schijnt af en toe en het is op de meeste plaatsen droog. Vanavond neemt in het westen en zuiden geleidelijk de kans op een enkele bui toe, misschien met een klap onweer. Maar de kansen blijven klein, het blijft lang warm en er zijn ook nog opklaringen. Morgen trekken de buien geleidelijk aan naar het oosten weg en vooral in de middag breekt de zon door. Dan wordt het droog en staat een stevige west tot noordwestenwind en het wordt 19 tot 22 graden maximaal. De zondag een beetje vergelijkbaar beeld met een kleinere buienkans, dat wel, in het noorden kan wel wat neerslag vallen, in het zuiden is het veel vaker droog. De zon schijnt af en toe, de wind neemt af en het wordt 20 tot 24 graden. In de loop van volgende week wordt het warmer, maar de echte hitte komt pas vanaf woensdag. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.